We gaan eerst naar Lisette, want een bijzondere dag voor fans van Rob de Nijs. Ja, het is vandaag een hele bijzondere dag voor die fans. Want vanavond staat Rob de Nijs nog één keer op het podium. Zijn laatste concert, Het is mooi geweest, is de afsluiting van zijn ruim 60 jaar durende carrière. Rob de Nijs leidt aan de ziekte van Parkinson en stopt daarom met optreden. Zijn afscheidsconcert stond eigenlijk gepland voor 10 april in de Ziggo Dome, maar werd uitgesteld omdat hij toen in het ziekenhuis lag met corona en daarvan moest herstellen. Tijdens het concert van vanavond komen de grote hits natuurlijk voorbij. Nou, we hoorden hier net Banger Hart, Ritme van de Regen zal hij vast ook weer gaan zingen. En er zijn ook allerlei gastoptredens, onder andere Danny Vera en Treintje Oosterhuis komen langs. Superfan Marianne gaat Rob enorm missen. Ik heb alles van hem. Denk wel 10.000 euro of zo, 15.000. Dit heeft Jassie geschilderd, de zoon van Rob. Dit heeft Belinda Muldijk gemaakt, die schilderij. En deze heb ik van Rob gekregen, deze. Kijk, in de kast. Alpeers heb ik staan van Rob. Ik dacht, dat is afgelopen met de concert. Ik had al een beetje bij neergelegd. Dus. Maar toch komt er nog een afscheidconcert. Het is over. Zal wel een traantje vallen, denk ik. Dan, sorry? Agos. Ja, ja. En nu ja, Rob de Nijs, maar ook natuurlijk de Con Earring, de Dijk. Beetje het einde van een tijdperk. Ja, dat is allemaal echt van voor mijn generatie, ja. Heel eerlijk bekennen. Dus, ik heb... Staat nog niet op thuis. Nee, niet echt eerlijk gezegd. Nee, ik ben nog echt van de generatie van een beetje het laatste stage van Britney Spears. Oh, dat kijk. Mijn, dat kan ik ook waarderen, hoor. Ja, kijk. Ik ben benieuwd hoe je daarop stond te dansen vroeger, maar dat zou...